Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe juffenvlog. Ik ben juf van groep 4-5, 5 dagen per week en ik neem jullie mee. Heb ik het nu anders gedaan dan normaal? Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe juffenvlog. Het is vandaag woensdag. Ik ben juf van groep 4-5, 5 dagen per week en ik neem jullie mee. Volgens mij was ik iets vergeten. Woensdag volgens mij. Ja. Ik neem jullie mee en ik ga jullie ook uitleggen hoe het komt dat er de afgelopen weken minder juffenvlogs zijn dan dat jullie van mij gewend zijn. Vandaag is het woensdag en er staat een hoop op het bord. Jullie zijn begonnen met je verhaal terwijl je binnenkwam, dus de begintaak. Ik ga nu de agenda vertellen. Zometeen dan ga ik beginnen met vertellen in welke nieuwsbegripgroep jullie zitten. En dat hebben de juffen gisteren gedaan. We hebben met z'n allen gezeten. En we hebben die groepen bepaald door te kijken naar de CITO-toets. En wat we van jou verwachten aan groei tot en met groep 8. Om het een beetje makkelijk uit te leggen. Ik ga jullie dus zo meteen vertellen in welke groep je zit. En dan ga je al gelijk de tekst lezen. Mocht je dan klaar zijn, dan kun je nog even in je wiepboek lezen. Dan hebben we het einddictee van blok 1 van spelling. Als je klaar bent, kun je aan je weektaak. De sterretjes staan weer bij het buitenspelen. Let goed op dat je luistert naar de juffen die buiten lopen. Ik ben nu bezig met een dictee, groep 5. En Angela zit hier. Zij is bezig met de weektaak voor volgende week. Dat heb ik haar geleerd, dus zij is dat nu aan het doen op de woensdag. En Lieke, mijn onderwijsassistent, die zit met een aantal kinderen van groep 4 spelling met een kwartetspel te doen, wat ze zelf gemaakt heeft. En de overige kinderen van groep 4, die worden of CITO-lezen getoetst beneden, of ze zitten zelfstandig te werken aan spelling op het schroomboek. Oké, komt-ie, nummer 8. Sommige mensen zijn een gevaar op de weg. Schrijf op gevaar. Ik ben even rekenen aan het klaarzetten. We hebben zometeen rekenen en groep 4 heeft het over klokken. En ik ben ook eventjes een YouTube video erbij aan het pakken over de hele uren en de halve uren. Dat vind ik toch even prettig om erbij te hebben. En er zijn 3 kinderen binnen. En ik heb een wereldbol in de klas gezet, dus ze zitten nu de hele tijd naar de wereldbol te kijken. Maar goed, ik ga nog even naar beneden, even wat drinken, even naar de wc en dan ben ik er weer klaar voor. Toch? Ja. Half 3. Goed zo. Een half uurtje later. Goed zo. Als ik je naam noem, dan loop je als een ridder naar de gang. Maar een ridder is heel stil, want anders hoort de vijand hem. Dus dan ga je als een ridder, dus dan doe je... En dan ben je heel stil, dan pak je je eten en dan ga je weer zitten. Ja? Imran. Marwan. Delano. Adam. Niet echt naar je wat geluisterd. Er zijn een paar plekken speciaal voor kinderen. De kindertelefoon bijvoorbeeld, ken je vast wel. Daar kan je heen bellen. Maar er is ook Festweb. Daar kan je anoniem chatten. De kinderen hebben buiten gespeeld, de tweede pauze. We hebben net een keersommenspel gedaan. En zometeen hebben ze een nieuwsbegrip en dat doen we groepsdoorbrekend. Dat houdt in dat we de AA-tekst aanbieden. De A, de B, de C en de D. En alle kinderen gaan naar hun eigen niveaugroep. Dus een aantal kinderen uit mijn groep 4-5 gaan naar AA bij een collega van mij. Een aantal kinderen blijven bij mij in de A-groep. Een aantal kinderen gaan naar de B-groep. Er is ook nog een C en een D, maar daar zit niemand in van mijn groep. Dus over 1 minuut ga ik ze daarheen sturen met de tekst, want die hebben ze al gelezen. En een potlood en een groep. Loene, jij mag naar de wc, maar doe de deur maar heel snel dicht, want groep 3-4 is net terug van buiten spelen. Ja, zeker? Ja. Ja? Dus je kijkt heel goed. Je hebt de tekst naast je. Je hebt de antwoorden. Of de vragen. De tekst, de vragen. Je hebt ze helemaal aan elkaar, toch?
Ja, je moet een zin opschrijven. Dus het woord super en dan een spatie. Dus super Mario. Dus dan hou je een stuk ruimte over. En dan Mario. Mijn moeder is ook 35. Is jouw moeder ook 35? Ja. En Super Mario ook. Mijn moeder is 36. Dan is jouw moeder 1 jaartje ouder dan Super Mario. Oké. Okay. En ouder dan mijn moeder. Als je de zin hebt opgeschreven. Mijn moeder is iets van 40. Oké. Okay. Nou, we weten hoe oud alle mama's zijn. We gaan nu... Hallo. We gaan naar vraag 2. Dus als je de zin hebt opgeschreven, zet je neer 2. Floortje is al zover, dus je zet daaronder 2. Het is 17:55 en ik ging jullie nog uitleggen waarom er nu wat minder juffenvlogs zijn. Ja, hoe ga ik dat kort uitleggen? Je merkt dat het schooljaar wel wat heftiger is gestart doordat de kinderen het vorige schooljaar niet helemaal konden maken zoals we dat gewend zijn. Door corona dat ze ineens vanuit huis les kregen en vervolgens werden ze deels op school verwacht en daarna weer in hele klassen. En toen was de zomervakantie en er zijn geen CITO-toetsen afgenomen. En dat zorgt ervoor dat wij nu de scholen net een aantal weken open zijn, moeten wij gelijk de CITO-toetsen afnemen, omdat wij een beredeneerd aanbod moeten geven aan de kinderen. Dus dat zorgt gewoon voor een bepaalde onrust. Kinderen moeten toetsen maken. Ze zitten dan heel lang stil. Sommige kinderen vinden dat lastig en die zien dan, hey, ik vind het eigenlijk wel heel moeilijk. En bij sommige kinderen is dat natuurlijk niet, maar de eerste weken hadden we geen gym omdat andere kinderen op kamp waren. En je moet heel erg wennen aan de groep. Heel veel kinderen moesten wennen aan mij. De plaatsbepaling binnen de groep moest nog een beetje rangschikken. Vooral de kinderen die nieuw waren bij mij, daarvan was alles nieuw, de weektaak, de manier van lesgeven, gewoon alles. En ik merk gewoon dat dat nu allemaal een beetje begint te landen. Angela, die is dit schooljaar hier voor het eerst. Zij weet nu heel goed wat ze moet doen de hele dag. Ze weet waar alles staat, ze weet waar de to-do-list ligt. Het gaat allemaal automatisch en dat geldt ook voor Lieke. Dat begint nu allemaal een beetje zijn weg te vinden. Daarnaast hebben wij ook een nieuwe rekenmethode. We hebben getallen ruimte en dat begint bij mij nu ook allemaal een beetje wat meer. Dat ik denk, oh wacht, zo en zo en zo. Er zijn gewoon zoveel dingen dit schooljaar aan het begin in combinatie met gewoon best wel veel jongens. Ik heb heel veel jongens in mijn klas en qua gedrag kan dat soms best aanpoten zijn. Dat is helemaal niet erg, absoluut niet. Maar de combinatie met alles bij elkaar, met de CITO's, de toetsen, de dwennen. Nou ja, al die aspecten die ik net vertelde, dat maakt gewoon dat ik het niet trok om heel vaak te vloggen. Ik heb na schooltijd heel vaak gesprekken met de interne begeleider of met andere instanties of met mijn onderwijsassistent, mijn stagiaire, met collega's. We hebben een nieuwe manier van vergaderen, een PLG. Dat is 2 keer per week. Dat zijn we niet gewend, want voorheen hadden we een teamvergadering 1 keer in de week en soms zelfs 1 keer in de 2 weken. Nu hebben we 2 keer per week een PLG. Het is gewoon allemaal even wennen en veel en nogmaals, dat is niet erg, want ik vind het heel leuk om naar mijn werk te gaan. Maar ik kon het er even niet bij hebben om dan ook nog heel veel te vloggen. En nu wel weer, merk ik. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik hoop gewoon dat ik daar weer wat meer de ruimte voor heb in mijn hoofd. Want ik wil al super lang een sushi mukbang opnemen met Sven. Een A versus B merk met een vriendin van mij. Ik wil mijn oude dagboeken en mijn oude agenda's nog gaan voorlezen. Ik wil een classroom tour doen, want er zijn toch wel wat dingen veranderd. En ik wil heel graag mijn top 10 gekochte spullen voor in mijn klaslokaal gaan maken. Ik heb zoveel ideeën, maar ik heb gewoon tijd kort. En ik heb natuurlijk ook Sven, familie, vriendinnen, vrienden en ook momenten voor mezelf nodig. Dus
dan weten jullie dat. Dat is eigenlijk een beetje waarom ik nu heel even wat minder vlog. Maar goed, op zich weten heel veel mensen dat wel. Dat er een video komt wanneer die komt. Daarom heb ik gewoon geen vast uploadschema. Het is meestal wel zo dat als ik vlog dat het een paar dagen later of zelfs de dag van nu online is. Dat ga ik nu niet redden vandaag. Maar ja, dat dus. Ik ga soep maken met brood. Daarna heb ik een meeting. Dus ik ga hem hier wel afsluiten. Op maandag 5 oktober is de dag van de leraar. En dan zit ik ergens op een podium en word ik geïnterviewd. En we hebben straks een online meeting. Dan kan ik kennis maken met het team wat er die hele dag aanwezig is. En dat vind ik super leuk. Daar had ik laatst ook opnames voor gehad. Dat is trouwens ook een van de redenen dat ik niet iedere dag kan vloggen. Ik heb gewoon tijd kort in mijn leven. En ik vind ook gewoon veel te veel dingen leuk. Dat is echt een beetje mijn probleem. Maar goed, maakt verder niet uit. Ik wilde dit in ieder geval wel heel graag even aan jullie uitleggen. Dus ik hoop dat er weer vlogs gaan komen zoals jullie dat gewend zijn van mij. En anders niet. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!